اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم De vertaling van dit vers is als volgt: Je kunt geen rechtschapenheid bereiken tenzij je uitgeeft van datgene waar je van houdt. En wat je ook uitgeeft, Allah weet het zeker goed. Dit vers, uitbreidend, zegt de beloofde Messias, alayhi salatu wassalam, op één plaats. Je kunt geen gerechtigheid bereiken die je redding zal schenken. Tenzij je uit die rijkdom op de weg van Allah uitgeeft en van die dingen die je dierbaar zijn. De beloofde Messias al-Islam zegt verder, je kunt zeker geen ware gerechtigheid bereiken totdat je de rijkdom uitgeeft die je dierbaar is uit sympathie voor de mensheid. Allah de Almachtige heeft zoveel nadruk gelegd op financiële offers. Dat ware vroomheid, wat de Almachtige God behaagt, op voorwaarde dat het wordt uitgevoerd met de bedoeling om het genoegen van de Almachtige God te verwerven. Alleen als ware vroomheid zal worden beschouwd, als men iets geeft dat hen dierbaar is, om zijn plezier te verwerven en uit medeleven van de mensheid. Vervolgens wordt dit dan een middel tot redding. Op een bepaalde plaats verklaarde de beloofde Messias salam, het wordt niet als een vrome daad beschouwd als iemands koe ziek wordt en wanneer er geen kans op overleven is, dat de eigenaar zegt, laten we dit offeren op de weg van God. Hetzelfde is het geval als een bedelaar nadert en het oud en verdorren brood wordt gegeven dat thuis niemand eet. Die dingen hebben sowieso geen nut voor die persoon. De rijkdom die iemand dierbaar is en wordt uitgegeven op de weg van Allah. En om zijn plezier te bereiken, is de rijkdom die door hem wordt geaccepteerd. Dit is ware gerechtigheid. Hierdoor kan men ons niveau van medeleven met de mensheid peilen. Het laat zien hoezeer ons hart wordt bewogen ter wille van anderen. Evenals het niveau van onze passie en gevoelens voor het dienen van religie. Vervolgens zegt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam bij een gelegenheid, de mens koestert een grote liefde voor rijkdom. Daarom is het genoemd bij de interpretatie van dromen
dat als een persoon ziet dat hij zijn lever heeft weggenomen en aan iemand heeft gegeven, het rijkdom symboliseert. Om deze reden heeft God gezegd, met betrekking tot het verwerven van ware gerechtigheid en geloof, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Je kunt geen rechtschapenheid bereiken, tenzij je uitgeeft van datgene waar je van houdt. De reden hiervoor is dat een groot deel van sympathie en vriendelijke behandeling voor Gods schepping de besteding van iemands rijkdom vereist. Bovendien, sympathie voor de mensheid en Gods andere schepping is de tweede helft van het geloof, waar zonder iemands geloof niet volledig kan zijn. Tot iemand zijn eigen genoegens opoffert, hoe kunnen ze dan anderen ten goede komen? Om anderen te helpen en mededogen te tonen, is het noodzakelijk om je eigen verlangens op te offeren. In dit vers, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, is er advies gegeven over dit concept van het opofferen van je eigen verlangens. Vandaar, het uitgeven van rijkdom voor de zaak van Allah is een maatstaf en standaard voor iemands voorspoed en rechtschapenheid. De standaard en maatstaf van Abu Bakr radiyallahu anhu, die offers bracht voor de zaak van Allah, waren zodanig dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam slechts een behoefte noemde en hij presenteerde zich met al zijn bezittingen. Dit zijn dus de maatstaven van opoffering en het presenteren van de rijkdom die een persoon het dierbaarst is, waarvan het grootste voorbeeld, zoals genoemd door de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, werd getoond door Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vervolgens vestigden de metgezellen ook deze normen van opoffering binnen hun mogelijkheden en volgens hun rangen. Dan zien we in de tijd van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam dat om zijn missie te bevorderen, dat de verspreiding van de literatuur en de verspreiding van de islam was. Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin radiyallahu anhu, Hazrat Khalifatul Masih de eerste, het hoogste voorbeeld van opoffering toonde. Hij schreef aan de beloofde Messias alayhi salatu wassalam. En dit werd genoemd door de beloofde Messias alayhi salam zelf. Ik ben volledig toegewijd aan uw zaak. Alles wat ik bezit is niet van mij, maar behoort u toe, mijn leider en gids. Ik zeg naar waarheid dat als al mijn rijkdom wordt besteed aan de verspreiding van het geloof, dan heb ik mijn doel bereikt. Hij schreef toen, mijn band met u is als die van Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, en ik ben bereid alles op dit pad op te offeren. Bid dat mijn ondergang is zoals die van de waarheidslievende. Evenzo waren er veel metgezellen van de beloofde Messias alayhi salam die offers brachten naar hun middelen. En de offers die ze brachten waren zodanig dat de beloofde Messias alayhi salam verklaarde dat hij verbaasd was om getuige te zijn van het niveau van hun offers. Waarom brachten ze deze offers? Het was om de helpers te worden van de beloofde Messias alayhi salatu wassalam in zijn missie om de islam te verspreiden. Het was omdat ze offers wilden brengen, terwijl ze ook sympathie voor de mensheid wilden tonen, zodat ook zij konden toetreden tot de gemeenschap van de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze deden dit om hun rol te vervullen in de voltooiing van begeleiding. En de leden van de gemeenschap werden geïnspireerd door deze opofferingsdrang, zozeer zelfs dat zelfs na de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam tijdens elk tijdperk van gelafet, Allah de Almachtige, zulke mensen is blijven schenken die dit soort offers brengen, die hun eigen voorkeuren opzij zetten en alles in het werk stellen om hun bijdragen te verhogen.
Onder hen zijn zowel nieuwe bekeerlingen als degenen die al lange tijd Ahmadis zijn. Ik zal enkele voorbeelden geven van hun offers. De preek van vandaag en de eerste vrijdagpreek van januari gaat meestal over de aankondiging van het nieuwe jaar van Waqfe Jadid. In 1957 startte Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu deze regeling voor de tarbiyat, morele training en tabligh in landelijke gebieden. Aanvankelijk was de regeling beperkt tot alleen Pakistan, maar in het tijdperk van Hazrat Khalifatul Masih de Vierde rahmallahu ta'ala werd het uitgebreid tot de hele wereld. Hazrat Khalifatul Masih de Vierde instrueerde dat uit dit plan het ingezamelde geld van de ontwikkelde landen zou moeten worden besteed in landen in Afrika ten behoeve van tabligh en terbiet, en dit is zelfs tot nu toe het algemene principe geweest. Het geld dat hiermee wordt opgehaald, wordt besteed in Afrika en andere armere landen. Bij de gratie van Allah streven de leden van de jamaat tot het uiterste om deel uit te maken van deze regeling. Maar het is niet zo dat Ahmadis die in Afrika of andere onderontwikkelde landen wonen, er niet naar streven deel uit te maken van deze regeling. Op basis van hun inkomen en omstandigheden zijn hun offers lofwaardig. Maar als het ware, de extra uitgaven worden voldaan uit de aalmoezen die in meer ontwikkelde landen worden ingezameld. Degenen die over de hele wereld offers brengen, zijn zich terdege bewust van de hadith-e Qudsi, waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: Allah de Almachtige zegt, O zoon van Adam, laat je schat bij mij achter en wees gerust. Vrees niet dat het wordt verbrand door vuur, noch dat het in water verdrinkt, of zelfs dat het door een dief is gestolen. Ik zal de schat die bij mij is achtergebleven volledig teruggeven op de dag dat die het meest nodig is. Bovendien, het offer gemaakt op de weg van Allah de Almachtige levert niet alleen voordeel in deze wereld, maar ook in het leven na de dood. Allah de Almachtige stelt in de Heilige Koran: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. En wat voor rijkdom je ook uitgeeft, het zal jou volledig worden terugbetaald en gij zult geen onrecht worden aangedaan. Daarom, wanneer Allah de Almachtige een belofte doet, vervult Hij deze. Hij laat er voorbeelden van zien in deze wereld, zodat iemand een vaste overtuiging kan hebben dat Allah de Almachtige hen ook de beloningen in het hiernamaals zal laten erven. Het is niet zoals het geval is met wereldse vestingen, waarbij men een geldbedrag investeert in een bedrijf en ofwel een tijdelijk verlies of een winst maakt, waarbij de winst alleen beperkt is tot deze wereld. En er is geen garantie op enige winst in het toekomstige leven. In feite zijn er enkele bedrijven in de wereld die iemand voor een bepaalde tijd ten goede komen, maar dan grijpen de eigenaren alle rijkdom, waardoor die arme mensen die erin hebben geïnvesteerd al hun geld verliezen, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, waar miljarden dollars verloren zijn gegaan van degenen die in bitcoin of cryptocurrency hebben geïnvesteerd. Omdat degenen die deze bedrijven runden zich alle rijkdom toe-eigenden en alles was verloren. Hoe dan ook, naar mijn mening zijn zaken zoals bitcoin enzovoort allemaal een vorm van gokken. Er zijn in ieder geval bijzondere voorbeelden over hoe
Allah de Almachtige degenen beloont die offers brengen voor zijn zaak. Zoals ik al zei, zal ik enkele voorbeelden geven waar degenen die offers hebben gebracht niet alleen profiteren in wereldse zin, maar hun geloof wordt ook versterkt. Er is het voorbeeld uit de provincie Bomi in Liberia. De lokale moallim daar zegt: ik ging naar een gemeenschap van nieuwe bekeerlingen in Fumba om donaties in te zamelen voor Waqf-e Jadid. Na een ontmoeting met de lokale imam werd er een grootschalig programma gehouden, waaraan de meerderheid van het dorp deelnam. Leden werden verteld over het belang en de zegeningen van Waqf-e Jadid. Na afloop van het programma zijn we ook individueel naar huizen gegaan voor inzamelingen. Op dat moment ging een khadim naar huis, maar hij had niets in huis. Zijn moeder vroeg om verontschuldiging, omdat er geen geld beschikbaar was om te doneren. En dat ze op een bepaald moment in de toekomst zouden doneren. Daarom keerden we terug, maar korte tijd later kwam diezelfde khadim aanrennen en zei: hier is 250 Liberiaanse dollar die mijn vader me gaf voor mijn schoolgeld. Ik doneer dit, zodat mijn huis niet verstoken blijft van de zegeningen van deze regeling. Een paar dagen later kwam diezelfde khadim naar ons centrum en zei: twee dagen nadat je was vertrokken, kreeg ik een bericht dat een familielid van mij 2500 Liberiaanse dollars had gestuurd voor mijn schoolgeld. Daarom kon ik met dit geld mijn schoolgeld betalen en ook andere dingen kopen die ik nodig had. Als resultaat van mijn opoffering heeft Allah de Almachtige mij tienvoudig teruggegeven. Dit is hoe Allah de Almachtige geloof en overtuiging in de harten schenkt. En degene die in dit leven schenkt, zal ook zijn belofte van beloning in het hiernamaals vervullen, waar deze offers worden opgetekend. Dan is er een voorbeeld uit Guinea-Conakry. De missionaris van een jamaat in een van hun regio's, genaamd Minsaya, zegt dat tijdens Ashra Waqf-e Jadid hij individueel leden van de gemeenschap in de moskee benaderde en hen aanmoedigde om deel te nemen aan deze gezegende regeling, door hun het belang en de zegeningen uit te leggen die eraan verbonden zijn. Op dat moment de imam van de dorpsmoskee, Abu Bakr Komara, die pas onlangs een Ahmadi was geworden, zei dat hij de eerste zou zijn die een donatie zou aanbieden, aangezien hij een voorbeeld voor anderen zou moeten zijn. Het was niet zo dat hij anderen oplegde om deel te nemen aan dit plan, terwijl hij zelf niet deelnam. Hij zei eerder dat wij de eersten moeten zijn die aan het plan moesten deelnemen. Daarom haalde hij de 10.000 guinea frank tevoorschijn die hij in zijn zak had en bood het aan als zijn financiële bijdrage. Later kwam hij de missionaris ontmoeten en vertelde het hem dat kort na het aanbieden van die financiële bijdrage een van zijn vrienden hem 1,5 miljoen frank als geschenk stuurde. Hij zei dat hij geloofde dat Allah de Almachtige hem dit had geschonken als gevolg van zijn financiële opoffering. Hij zei toen dat hij nu met meer regelmaat financiële bijdragen zou aanbieden. Dit is de manier waarop Allah de Almachtige nieuwe bekeerlingen behandelt. Als ze op zijn weg uitgeven, beloont hij in dit leven. En als God het wil, ook de beloften met betrekking tot het hiernamaals zullen worden vervuld. Vervolgens schrijft een plaatselijke moallim uit Cameroen: een jonge man vergezelde me naar verschillende dorpen om donaties in te zamelen voor Tahrik-e Jadid. Hij was werkloos en kon dus zelf maar 1000 sifa aanbieden voor Tahrik-e Jadid. Hij vroeg me
om voor hem te bidden om een baan te vinden, zodat hij meer kan offeren. De plaatselijke moslim antwoordde: Oké, ik zal voor je bidden. En jij moet ook bidden voor je baan. Korte tijd later hoorde Allah de Machtige zijn gebed. Een maand later huurde een afdeling van de UNO hem in als chauffeur. Als gevolg hiervan bood hij 10.000 sifa aan voor Waqf-e Jadid door te zeggen: Allah de Machtige verhoogde mijn inkomen als gevolg van het feit dat ik een offer heb gebracht gedurende moeilijke tijden. Amir Sahib uit Tanzania schrijft dat een vrouw van de jamaat op een dag zei: ze ging naar de markt om wat spullen voor haar huis te kopen. Onderweg kwam ze de plaatselijke missionaris tegen die haar over Waqf-e Jadid vertelde en vestigde haar aandacht op het leveren van bijdragen. Ze zei: ik heb hem verteld dat ik op dit moment 2000 shilling heb. Ik ga naar de markt om wat te kopen. Ze bood toen 1000 shilling aan en gebruikte de resterende 1000 om te kopen wat ze nodig had. Ze zegt: terwijl ik daar was, riep een dame naar me. Ze had enige tijd geleden 5000 shilling van me geleend. Sindsdien was er zoveel tijd verstreken dat ik niet verwachtte het terug te krijgen. Die vrouw riep naar me en gaf me 5000 shilling, zeggend dat ze de lening aan het terugbetalen was die verschuldigd was. Ze keerde toen terug naar de plaatselijke missionaris en zei dat Allah de Almachtige dit haar schonk vanwege de zegeningen van het aanbieden van financiële bijdragen. Daarom gaf ze nog eens 1000 shilling. Een plaatselijke moslim uit Liberia zegt: ik bezocht het huis van een lid van de Ganta Jamaat, genaamd Aisha Sahiba, en vestigde haar aandacht op deelname aan de Waqf-e Jadid-regeling. Ze zei dat ze op dit moment niets had, maar zei dat ik moest wachten en dat ze zou proberen wat te regelen, zodat ik haar huis niet met lege handen verliet. Ze was bezorgd dat hij niet met lege handen zou vertrekken. Ze ging snel en nam een lening van iemand en bood 100 Liberiaanse dollars aan als financiële bijdrage. De plaatselijke moslim zegt: ik was nog bij haar huis toen ze een bericht op haar telefoon kreeg dat haar verwittigde dat iemand online wat geld naar haar rekening had overgemaakt. Ze zei dat ze nog maar net een financiële bijdrage van 100 Liberiaanse dollars had aangeboden. En Allah, de Almachtige, heeft haar er meteen voor beloond. Vervolgens schrijft een missionaris uit Guinea-Conakry: er is een lid van de gemeenschap met de naam Said Doba Sahib, die werkloos was en had gesolliciteerd bij verschillende mijnbouwbedrijven. Maar er leek niet veel hoop te zijn. Tijdens de Ashra Waqf-e Jadid, toen hij zijn aandacht vestigde op het leveren van financiële bijdragen, zei hij: ik ben werkloos en kan niet veel geven. In ieder geval stak hij zijn hand in zijn zak en haalde er 5000 frank uit en bood het aan als financiële bijdrage, zeggend dat dit alles was wat hij had. Hij zegt dat 5 dagen na het aanbieden van deze bijdrage hij een baan kreeg aangeboden van een mijnbouwbedrijf waar hij niet eens op had gesolliciteerd. En bij de gratie van Allah de Almachtige betaalde deze baan een maand salaris van 5000 francs. Hij zegt: het onbeduidende offer dat ik bracht op de weg van Allah de Almachtige, hij keerde het veelvuldig naar mij terug in overeenstemming met zijn belofte. Dan schrijft ook een missionaris uit Nigeria dat er een Ahmadi is in de staat Kano met de naam Nasser Sahib. Hij zegt: ik maakte me zorgen omdat ik al 3 jaar geen baan had. Het kwam bij me op dat ik weer een financiële bijdrage moest gaan leveren, volgens wat ik kan geven. Hij was gestopt met bijdragen omdat hij geen baan had, maar hij besloot dat hij zou gaan bijdragen, volgens wat hij ook had. De missionaris vertelt dat hij sinds juni vorig jaar geleidelijke bijdragen is gaan geven
Vervolgens zegt de missionaris, er waren nog geen 3 maanden verstreken toen iemand contact met me opnam. Ze zeiden dat ze een vacature hadden voor een marketingfunctie in hun bedrijf en dus nam het bedrijf mij in dienst. Dit was het eerste contract in zijn soort dat door het bedrijf werd uitgedeeld. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het vinden van een baan of werk na zo'n lange duur te danken is aan de zegeningen van financiële bijdragen. Toen een missionaris uit Centraal-Afrika over een nieuwe bekeerling genaamd Jibril Sahib, die zegt, toen ik vorig jaar lid werd van de gemeenschap, begon er een verandering te komen in mijn morele en spirituele toestand. Het is ook vermeldenswaard dat hij niet alleen lid werd van de gemeenschap, maar hij moet zeker hebben gebeden en hard gewerkt om zijn toestand te veranderen. En het was door de genade van Allah de Almachtige dat hij een spirituele en morele verandering in zichzelf begon te merken. Dan zegt hij, op een dag toen de missionaris een oproep deed voor Waqf-e Jadid, dat het jaar ten einde liep en dat ze bijdragen moeten leveren, hoe klein ze ook zijn. Hij zegt, ik heb op dat moment een financiële bijdrage geleverd en sindsdien, tot vandaag, is mijn werk buitengewoon gezegend. God schonk zijn speciale gunst en nu houdt mijn werk me altijd bezig. Vroeger gingen er dagen voorbij zonder klanten. Nu komen ze dagelijks binnen. Bij de gratie van Allah de Almachtige verdien ik nu zo'n goed inkomen, zoals ik me nooit had kunnen voorstellen. Dan schrijft Arif Sahib, een missionaris uit Togo, er is een persoon genaamd Awakaji Sahib uit de Kara-regio. Die zegt, ik had wat financiële problemen toen de laatste maand van Waqf-e Jadid eraan kwam. Ik maakte me zorgen over hoe ik mijn belofte zou nakomen. Toen viel het me op dat er thuis een kleine geit is die ik voor een ander doel bewaarde. Maar ik zou het kunnen verkopen en het geld kunnen gebruiken om financiële bijdragen te bieden. Dat was het enige wat hij in huis had. En hij besloot het te verkopen om bijdragen te bieden. Hij zegt, ik was van plan om dat te doen. En op een dag komt de missionaris financiële bijdragen te innen. Diezelfde dag, iemand die een lening van mij had genomen, waarvan ik geen hoop had dat het terugbetaald zou worden, komt tegelijkertijd om het geld terug te geven. Hij zegt, ik heb al dat geld aan Waqf-e Jadid gegeven. Op deze manier heeft Allah de Almachtige middelen geregeld om mij te helpen van het ongeziene. Hij had een deugdzaam voornemen gemaakt. En voordat hij er zelfs maar naar kon handelen, regelde Allah de Almachtige de zaak. Hij was van plan te offeren van datgene waar hij van hield. En Allah de Almachtige beloonde hem voordat hij zelfs maar het offer kon brengen, omdat Allah de toestand van de harten kent. Sajid Iqbal Sahib van de Marshall-eilanden zegt dat daar een vrouw woont die Lorraine heet. Ze zegt, Allah de Almachtige heeft mij en mijn familie grote zegeningen geschonken vanwege financiële offers. Vroeger deden we niet mee aan financiële offers, omdat we geen zekerheid hadden over de mate waarin Allah de Almachtige financiële offers zegent. En we hadden toen ook financiële problemen. We zouden niet genoeg geld hebben voor eten en drinken. En we zouden ons zorgen maken als het ging om het voldoen aan de huishoudelijke uitgaven. Maar toen we de preken hoorden in de moskee over de zegeningen die gepaard gaan met financiële offers, vonden we dat we ook moesten meedoen. Ze zegt, daarom begonnen we offers te brengen en financiële bijdragen te bieden. Nu, Allah de Almachtige heeft ons zo gezegend dat we in staat zijn om onze huishoudelijke uitgaven te dekken. En er zijn geen problemen met het verstrekken van eten en drinken. Het gebeurt vaak dat we op verschillende plaatsen geld binnenkrijgen dat we ons niet eens hadden kunnen voorstellen. Het maakt niet uit hoeveel we geven. Allah de Almachtige blijft het veelvoudig verhogen. Dit is een manier waarop Allah de Almachtige nieuwe bekeerlingen behandelt om hun geloof te versterken. De inspecteur van Waqf-e Jadid uit India zegt, ik ging naar Mela Paliam Tamil Nadu Jamaat om het Waqf-e Jadid budget te voltooien
en bijdragen te innen. En terwijl ik daar was, ontmoette ik een oprechte Ahmadi die in 2014 bij'at deed en toetrad tot de gemeenschap. De nieuwe bekeerling zegt, hoewel hij geen nieuwe bekeerling meer is, in ieder geval zegt de Ahmadi, ik heb 4000 rupees toegezegd voor Waqfi Jadid toen ik bij'at deed. Want dat was alles wat ik me kon veroorloven. Sindsdien heb ik het bedrag elk jaar zoveel verhoogd als ik kon. En het is hierdoor dat Allah de Almachtige me bijzonder succes in mijn bedrijf heeft blijven schenken. Toen, na enige tijd, deed de rest van mijn familie ook bij'at. Hij zegt, bij de gratie van Allah de Almachtige, nu is mijn bijdrage aan Waqfi Jadid 5000 rupees. Vorig jaar, tijdens de maand Ramadan, kwam hij zijn belofte van 500.000 rupees na. Hij zegt, ondanks de lockdown, vanwege de zegeningen die voortvloeien uit mijn financiële bijdragen, leed ik geen enkel verlies in mijn bedrijf. Het bleef groeien. Nu, bij de gratie van Allah de Almachtige, is mijn bedrijf uitgebroeid van India naar Thailand. Hij zegt, dit is allemaal te danken aan de zegeningen van het doen van financiële bijdragen. Dit zijn de zegeningen van Allah de Almachtige. Dit is niet de zaak van gokken. In plaats daarvan legde hij geld opzij en werkte hard. Richtte een bedrijf op, besteed op de weg van Allah de Almachtige en daarna vermeerderde Allah de Almachtige het veelvuldig. Dan is er nog een voorbeeld uit India. De hoofdmissionaris in Malappuram, Kerala, schrijft: Nazim Mal en inspecteur van Waqfi Jadid was op ronde voor het einde van het fiscale jaar. Hij kwam ook naar onze regio, waar hij een telefoontje kreeg van een oprechte Ahmadi-inwoner. Rahman Sahib, die zakenman is, zei, kom naar mijn bedrijf. Ik heb een nieuw filiaal in mijn bedrijf geopend, waar ik een gebed wil laten verrichten. Toen we daarheen gingen, zonder dat we zelfs maar iets vroegen, overhandigde hij ons een cheque van 1 miljoen rupees. Bovendien stelde hij ook zijn grotere voertuig ter beschikking voor onze ronde, uitgerust met benzine. De Nazim Mal zei dat een kleine auto voldoende zou zijn, maar Rahman Sahib zei nee, een vertegenwoordiger van Marcus zou comfortabel in een betrouwbaar voertuig moeten reizen. Rahman Sahib zei verder, ik had dit bedrag verzameld voor het registreren van een eigendom, maar vanwege uw komst heb ik het gegeven voor de Waqfi Jadid-regeling en de datum voor de registratie naar de toekomst verplaatst. Na een paar dagen zei Rahman Sahib dat hij zonder enige moeite een grote som geld kreeg die meer dan genoeg was voor zijn behoefte. Het bedrag overschreed ruim 1 miljoen. Een vrouw uit Mauritius met de naam mevrouw Shabriz Sahiba schrijft, ik besloot het geld dat ik van mijn ouders kreeg als verjaardagscadeau op te offeren. 500 rupees zouden naar Waqfi Jadid gaan en 500 naar Tahriki Jadid. Dat bedrag had ik in een envelop gestopt. Ik was op dat moment onwel en mijn oom en neef van vaders kant kwamen me bezoeken. Ze gaven me allebei enveloppen met elk 5000 rupees. Ik was verbaasd om dat te zien. Allah de Almachtige had me 10 keer meer beloond dan wat ik had gegeven. De sedder van Georgië Jamaat schrijft, er is een lid met de naam Mohammed Abu Hamad Sahib, die oorspronkelijk uit Palestina komt en geneeskunde studeert in Georgië. Hij had 3 jaar geleden de bijt gedaan. De Jamaat hield een seminar tijdens de Ashra Waqfi Jadid, waar werd benadrukt om geld uit te geven voor de zaak van Allah. De student zei, op dat moment had ik slechts ongeveer $300.
En ik had besloten om de helft daarvan bij te dragen aan Waqfe Jadid, omdat ik me het volgende vers van de Heilige Koran herinnerde. Qad aflaha man tazakka. Dat wil zeggen, voorzeker, geslaagd is hij die zich loutert. Tegen het einde van de maand na mijn dagelijkse uitgaven resteerde slechts $2 op mijn bankrekening. Eind december kwam een familielid van mij vanuit Palestina naar Georgië. Ik maakte me zorgen over hoe ik hem zou kunnen ontvangen. Echter, door de pure genade van Allah de Almachtige, op dezelfde dag dat mijn gast arriveerde, heb ik ook ergens vandaan een overschrijving van $1000 op mijn bankrekening ontvangen. Hij vervolgt met te zeggen, daar ben ik Allah de Almachtige altijd dankbaar voor en beschouw het als een zegen van het geven van aalmoezen. Het is een kwestie van perspectief. Een werelds persoon heeft een bepaald perspectief, maar een gelovig persoon denkt altijd dat de genade van Allah de Almachtige het resultaat is van uitgaven voor zijn zaak. Een moslim uit Kenia schrijft, er is een nieuwe bekeerling in mijn lokale jamaat genaamd Khadija. Zij is lerares op een kleuterschool. Aan het begin van het jaar beloofde ze 500 shilling voor de Waqfe Jadid-regeling en deed haar betaling. Hij vervolgt, ik ging naar de school om haar bonnetje te geven. Ze kwam echter naar mijn huis en vertelde het aan mijn vrouw dat ze nog eens 500 shilling zou willen geven. Ze zei, mijn totale bijdrage zou 1000 shilling moeten zijn. Ik doe dit met de bedoeling dat Allah de Almachtige zijn zegeningen zal vergroten. Toen ik thuis kwam en mijn vrouw me hiervan op de hoogte bracht, schreef ik nog een bonnetje uit. Hij vervolgt, ik ging haar het bonnetje geven en ze zei tegen mij, ik heb een zoon die studeert op universiteit en ik had een aanvraag ingediend voor een beurs voor zijn opleiding. Mijn verzoek werd niet geaccepteerd, maar vandaag kreeg ik een telefoontje van het college dat een bedrag van 30.000 shilling door de overheid is gestort voor zijn uitgaven. Hij zegt, dit incident heeft voor mij voor veel rust gezorgd. Amir Sahib uit Indonesië schrijft, er is een lid met de naam Abdurrahim van een kleine jamaat. Hij zegt, ik draag elk jaar bij aan de Waqfe Jadid-regeling. De jaren 2019 en 2020 waren erg moeilijk voor mij, omdat ik geen werk kon vinden. Enige tijd geleden heb ik ontslag genomen om te proberen een bedrijf te starten, maar het is me niet gelukt. Mijn spaargeld raakte geleidelijk op. Het jaar voor Waqfe Jadid liep ten einde en ik had een toezegging gedaan om bij te dragen. Ik zag geen manier om bij te dragen. Het was moeilijk om werk te vinden, vooral omdat ik de leeftijd van 51 naderde. Omdat het op deze leeftijd moeilijk is om werk te vinden. Ik zou hiervoor elke dag bidden in het tahajjudgebed. Hij schreef me ook regelmatig brieven, zeggend dat hij moet bijdragen aan de Waqfe Jadid-regeling en vragend om gebeden, dat hij de eer mag hebben om dat te doen. Hij vervolgt op de een of andere manier. Stelde Allah de Almachtige me in staat om mijn belofte voor Waqfe Jadid voor het einde van het jaar na te komen. Hij vervolgt een paar dagen nadat ik mijn bijdragen had gedaan, kreeg ik een telefoontje van een vorige werkgever die me zei voor een interview te komen. Ik heb Allah bedankt dat ik een baan heb gevonden. Ik was erg verrast, omdat de persoon die mij belde niet mijn direct leidinggevende was. Mijn vriend was ook verbaasd over het feit dat ik dit aanbod kreeg. Vooral omdat ik daar 7 jaar eerder ontslag had genomen. Hij zegt, het is een gunst van Allah voor mij dat ik zelfs op deze leeftijd een bron van inkomsten heb gevonden. Er is een stad in Senegal genaamd Tambacounda. Een missionaris van daar schrijft, tijdens mijn ronde, terwijl ik mensen aanmoedigde om aalmoezen te geven en incidenten vertelde die u in een andere preek had genoemd, ontmoette ik een Ahmadi met de naam Osman Sahib. Hij zei dat voordat hij de bijt deed, zijn financiële toestand erg zwak was
en na het nemen van de bijt begonnen al zijn familieleden zich tegen hem te verzetten. Ze deden 4 pogingen om zijn huis in brand te steken. En elke keer zou een ander deel van zijn huis in brand worden gestoken. Hij zegt echter dat hij vanaf het moment dat hij begon deel te nemen aan het geven van aalmoezen onder het systeem van de jamaat, zijn omstandigheden zijn veranderd. Hij vervolgt, dankzij de zegeningen van het geven van aalmoezen, heeft hij nu zijn eigen beveiligde huis gebouwd. Vroeger was zijn huis gemaakt van stro en vatte het gemakkelijk vlam. Nu is het echter een solide structuur. Ook zijn kinderen krijgen goed onderwijs in de stad. Elk jaar, net als in andere takken van aalmoezen, maakt hij een lovenswaardige toename van zijn bijdrage aan Okfijjadid. Hij zegt, al mijn tegenstanders zijn ofwel overleden, of als ze nog leven, verkeren ze in een ellendige staat. Amir Sahib uit Tanzania schrijft... Er is een incident met een boer. Hij teelt tomaten en geeft zijn gewassen water door machines en pompen te huren om water uit het meer te halen. Hij zei... Dit jaar was regen schaars, de gewassen gingen achteruit. De naburige boeren lachten me uit terwijl ze hun gewassen water gaven, opmerkend over wat ik met mijn gewassen had gedaan. Desalniettemin, zegt hij, toen de moslim me eraan herinnerde om aalmoezen te geven, bood ik de 1000 shilling aan die ik in mijn bezit had. De moslim gaf me mijn bonnetje. De volgende dag was er een Amila-vergadering. En ik heb de moslim verteld dat ik de beloning heb ontvangen voor de donatie die ik heb gedaan. Nu de eerste regen van het seizoen op mijn gewassen is neergedaald en de waterreserves vol zijn. Allah de Almachtige heeft mij op deze manier beloond. Een missionaris uit Sierra Leone schrijft, er is een leraar, Alex Tamo Sahib, die onderzoeker is in Sierra Leone. Hij zegt dat er achterstanden waren in zijn wasiat en andere financiële plannen van de jamaat vanwege de regeringsproblemen van het voorgaande jaar, waardoor er vertraging is ontstaan bij het uitbetalen van salarissen. Sinds een tijd werd het leven erg moeilijk. Desalniettemin regelde hij wat geld en betaalde hij zijn wasiat en andere aalmoezen. Zelfs in deze moeilijke tijd. Hij zei, nadat ik aalmoezen had gegeven, werd ik voor het eerst gekozen om deel uit te maken van een groep dat een onderzoeksproject naar rijst was in Guinea-Conakry. Vervolgens kreeg ik ook een groot gemeubileerd huis. Bovendien had ik de mogelijkheid om een tv en MTA te regelen voor de Jalsa Salana UK in 2022. Bovenal, door de genade van de Almachtige God, kreeg ik ook een beurs voor een doctoraat aan de Japanse Kagoshima University. Ik had me aangemeld en de afdeling gaf me voorkeur boven iedereen en als resultaat werd ik geselecteerd. Hij zegt verder, ik ben sinds vorig jaar in Japan. Bij de gratie van Allah sta ik hier ook in contact met de jamaat. Niet alleen dat, maar door Gods genade heeft de instelling een huis voor mijn gezin en een toelage in Sierra Leone toegewezen. Hij zegt, niettemin heeft dit mijn geloof enorm gesterkt. Allah de Almachtige heeft mij deze gunst verleend vanwege de zegeningen van het geven van aalmoezen. Er wordt opgemerkt dat niet alleen onder oudere Ahmadis, maar ook veel voorbeelden van nieuwe bekeerlingen zijn, dat ze vanwege Allah niet geïnteresseerd zijn in rijkdom. De missionaris van de regio Moyamba in Sierra Leone schrijft,
Tijdens de vrijdagpreek werden de mensen aangemoedigd om bij te dragen aan Ochvijjadid door het verhaal van een metgezel die met een bijl het bos inging, hout hakte en verkocht en bood zijn verdiensten aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan. Er zijn Ahmadis die vrijdaggebeden komen opzeggen vanuit een nabijgelegen dorp dat bekend staat als Dodo. Onder hen kwam een oprechte Ahmadi met de naam Qasim op een snikhete middag en droeg een groot bedrag bij aan Ochvijjadid, zeggend dat het zijn totale verdiensten waren. Hij kreeg te horen dat hij wat geld moest houden voor zijn maandelijkse uitgaven, maar hij antwoordde heel hartstochtelijk en zei: de dag dat je het verhaal van die metgezel vertelde, heb ik een plechtige belofte afgelegd om dat verhaal in praktijk te brengen. U moet dus het volledige bedrag accepteren. Allah Almachtige zal mijzelf belonen. Amir Sahib uit Tanzania schrijft: de muallim van de regio Shinyanga informeerde me van een gebied dat bekend staat als Simba Chami, waar de gemeenschap pas is opgericht. Tot december waren er 39 mensen toegetreden tot de gemeenschap. Deze jamaat is pas vorige maand opgericht. De moslim zegt: in december was ik op ronde door de lokale jamaat die mij waren toegewezen. Ik heb ook een bezoek gebracht aan deze pas opgerichte jamaat. De meeste mensen die vanuit dit gebied de gemeenschap binnenkwamen, hadden voorheen geen religie. Ze waren helemaal niet bekend met religie. En dus was er een gerichte inspanning om hen de methode van het gebed en de Koran te leren. Na het doen van het Zohr-gebed werd er een les gehouden voor morele training, waarin ik de gebedsmethode onderwees en andere kwesties van islamitische jurisprudentie. Een oudere man zag een bonnenboekje in de tas van de moallim en informeerde ernaar. De moallim legde uit dat aangezien het jaar voor Ochvijjadid in zijn laatste maand was, ze de toezeggingen verzamelden die waren gedaan, waarna een rapport naar het hoofdkwartier zou worden gestuurd, zodat hun rapport gezien kon worden door Hazrat Khalifatul Masih de Vijfde, Ayyadullah Tala. Alle Ahmadis die deelnemen aan dit plan krijgen een bonnetje. Hierop vroeg een andere Ahmadi: wanneer neem je onze chanda? De moslim zegt: ik vertelde hen dat ik dacht dat omdat ze moeilijke tijden doormaakten en ze nieuwe bekeerlingen waren, dat ze misschien meer morele training nodig hadden. Vandaar dat je vanaf het volgende jaar in de regeling zou vallen. Hierop vroegen alle nieuwe bekeerlingen: zullen onze namen niet worden gepresenteerd aan Hazrat Khalifatul Masih de Vijfde? Dit kan niet gebeuren. Hierop gaven alle aanwezigen alles wat ze hadden. Toen we op het punt stonden te vertrekken, zeiden ze: Muallim Sahib, noteer voor je vertrek ook onze beloften voor het volgend jaar. Vervolgens hebben ze hun bijdragen voor Ochvijjadid ook het volgende jaar toegezegd. Op deze manier vergroot Allah de Almachtige ook het geloof van de nieuwe bekeerlingen. Amir Sahib uit Gambia schrijft: Jallo Sahib is een Ahmadi-lid die woont in de Dutabulu-jamaat van de North Bank. De vader van Jalo Sahib is geen Ahmadi en is een dorpshoofd. Hij is extreem ziek en zwak en daarom houdt zijn zoon, die een Ahmadi is, toezicht op de zaken die betrekking hebben op het dorp. Hij zei dat op een dag een islamitische VZW hun dorp bezocht en volgens hem zouden ze de moslims van het dorp helpen met 15.000 dalassies. Hij zegt verder: ze belden me en zeiden: we hebben veel over u gehoord, dat u een zeer nobele en fatsoenlijke man bent. We willen jou en je vader helpen met 30.000 dalassies. Maar het enige probleem is dat je een Ahmadi bent. Als je de jamaat verlaat, ontvang je dit bedrag. Hierop antwoordde Jalo Sahib aan de VZW: ik heb geen geld nodig, omdat de jamaat ons heeft geleerd dat Allah de Almachtige voldoende is voor zijn volk. Bovendien schenk ik elk jaar meer dan 15.000 dalassies in aalmoezen. Toen ze dit hoorden, waren ze stom verbaasd en zeiden: waarom geef je zo'n groot bedrag aan de jamaat? Je bent zelf arm. Hierop antwoordde de Ahmadi: als je de hoeveelheid vreugde en zegeningen ontdekt die ik heb ervaren van Allah de Almachtige, dan zou je zelf toetreden tot de gemeenschap van de imam Mahdi alayhi salam. Dit is de toestand van het geloof dat Allah de Almachtige bijbrengt in de harten van die Ahmadis die in verre landen wonen. Na te hebben beleden te geloven in de vurige toegewijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam,
Hun geloof gaat van kracht tot kracht. Amir Sahib uit Congo Kinshasa schrijft: tijdens de preek op vrijdag werden de leden eraan herinnerd om bij te dragen aan Waqfe Jadid. Op dezelfde dag belde Nuruddin Sahib, die bij de politie werkt, onze mollim en zei: ik heb een bedrag gespaard voor noodgevallen. Echter, vandaag heeft Morabbi Sahib tijdens de vrijdagpreek aangemoedigd om bij te dragen aan Waqfe Jadid, dus wil ik dit bedrag bijdragen. Hij droeg 210.000 frank bij, wat voor hem een buitengewoon bedrag was. Dit is een voorbeeld van degenen die graag offers brengen op de weg van Allah. De missionaris in Macedonië schrijft: de meeste Ahmadis hier zijn arm. Maar desondanks brengen ze nog steeds financiële offers. Een lid, Faisal Sahib, die in 1995 trouwsboer in Duitsland, reisde naar verschillende landen voordat hij zich weer in Macedonië vestigde. Aanvankelijk had hij weinig contact met de jamaat, maar later raakte hij meer gehecht. Afgelopen Eid al-Adha verbleef hij 2 tot 3 dagen in het missiehuis. Tijdens zijn verblijf werd hij geïnformeerd over het financiële systeem van de jamaat. Afgezien van verplichte chanda werd hij geïnformeerd over Tahrik-e Jadid en Waqfe Jadid. Hij schreef verder: 10 of 12 dagen later ging ik de stad in om hem te ontmoeten. Voordat hij vertrok, gaf hij me 10.000 dinar als chanda. Dat is geen groot bedrag en komt neer op ongeveer 63 euro. Dit lid is werkloos en heeft lange tijd niet gewerkt. Ik zei tegen hem dat hij goed op de hoogte was van zijn eigen omstandigheden en dus adviseerde ik hem om wat geld voor zichzelf te houden en te sparen voor zijn gezin, want wat hij gaf was een zeer groot bedrag in Macedonische dinars. Hij stond er echter op en die gaf met plezier het hele bedrag van hemzelf en zijn familie richting Waqfe Jadid, zeggend dat Allah de Almachtige voor hem zou zorgen. Dit zijn dus de mensen die werkelijk offers brengen, die op de weg van Allah de Almachtige geven van de rijkdom die zij nodig hebben. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt: het is voor jou niet mogelijk om van rijkdom en van Allah te houden. Je kunt maar liefde voor één hebben. Hij zegt verder: gelukkig is degene die alleen van Allah houdt. Als iemand van jullie Allah lief heeft en zijn rijkdom opoffert ter wille van Allah, ik ben er vast van overtuigd dat hun rijkdom veel meer zal worden gezegend dan de rijkdom van anderen, omdat rijkdom niet door een persoon uit eigen beweging wordt verkregen. Het wordt eerder verkregen met de wil van God, dus degene die een deel van zijn rijkdom achterlaat omwille van God, zal zeker zegeningen ontvangen. Dus elke Ahmadi die offers heeft gebracht, is een getuige van de waarheid van dit extract, dat wat de beloofde Messias al-Islam ook zei, de waarheid was. Mogen Allah de Almachtige degenen die offers brachten mogelijk maken om hun niveau van opoffering te verhogen. Mogen zij die het financieel beter hebben, maar wiens niveau van opoffering niet zo goed is, dit gezegde van de beloofde Messias al-Islam begrijpen, waar hij zegt: ik zeg je keer op keer, Allah is niet afhankelijk van jouw diensten. Maar het is een grote zegen voor jou dat Hij jou de gelegenheid heeft gegeven om diensten te leveren. Zij die gierig zijn, zouden hierover moeten nadenken. Mogen Allah de Almachtige de Umara van de Jamaat in staat stellen om deze kwestie ook te begrijpen. Hierna zal ik de details en cijfers noemen van de inning van Waqfe Jadid vorig jaar. Bij de gratie van Allah de Almachtige eindigde het 65e jaar van Waqfe Jadid op 31 december en het nieuwe jaar begon op 1 januari. Het totale offer dat door de jamaat werd gebracht was meer dan
12,2 miljoen. 12.215.000 pond. Ondanks het feit dat de economische situatie in de wereld niet is verbeterd, dit is een stijging van 928.000 ten opzichte van vorig jaar, alhamdulillah. Van alle jamaat over de hele wereld stond het Verenigd Koninkrijk opnieuw op de eerste plaats. Wat betreft de totale collectie, Canada staat op de tweede plaats, gevolgd door Duitsland. Dat is gezakt naar de derde plaats. Verenigde Staten waren vierde, India waren vijfde, Australië waren zesde. Zevende plaats was een jamaat in het Midden-Oosten. Indonesië werd achtste. De negende plaats was een andere jamaat in het Midden-Oosten. En België stond tiende. In termen van bijdrage per hoofd van de bevolking is de Verenigde Staten de eerste, Zwitserland is tweede, het Verenigd Koninkrijk is derde, Australië is vierde en Canada is vijfde. Wat betreft de totale bijdrage van de Afrikaanse landen is Ghana de eerste, tweede is Mauritius, derde is Nigeria, Burkina Faso is vierde, Tanzania is vijfde, Liberia is zesde, Gambia is zevende, Oeganda is achtste, Sierra Leone is negende en Benin is tiende. Dit jaar is het aantal deelnemers met 61.000 toegenomen. Het totale aantal oprechte deelnemers is 1.506.000. Van de landen die ernaar streefden hun aantal deelnemers te vergroten, werd Oeganda eerste, gevolgd door Guinea-Bissau, Cameroen, Congo, Brazzaville, dan Nigeria, Congo, Kinshasa en dan Bangladesh. Deze landen waren het vermelden waard. Wat de totale collectie betreft zijn de top 10 grote jamaats uit het Verenigd Koninkrijk. Farnham is eerste, Worcester Park is tweede, Walsall is derde, Islamabad is vierde, Gillingham is vijfde, South Cheam is zesde, Aldershot South is zevende, Bradford is achtste, Cheam is negende en Ewell is tiende. De regio's zijn: Betul Futu stond eerste, Islamabad was tweede, Fazal Moskee is derde, Midlands is vierde en Betul Ehsan is vijfde. De top 10 jamaats met betrekking tot Daftar Atfaal zijn: Aldershot South is eerste, gevolgd door Islamabad, dan Walsall, dan Farnham, dan Roehampton, Ewell, Aldershot North, gevolgd door Mitcham Park, Borden, South Cheam en Betul Futu. De top 5 kleinere jamaats qua totale collectie is Spen Valley, Keithley, North Wales, Northampton en Swansea. De Amarets van Canada zijn als volgt. Vaughan is eerste, gevolgd door Vancouver, dan Calgary, Peace Village, Toronto en vervolgens Brampton West. De top 10 van grote jamaats in Canada. De eerdere genoemden waren Amarat. De jamaats zijn als volgt. Milton West is de eerste. Hadiqa Ahmad is de tweede. Milton East is de derde. Winnipeg is vierde. Saskatoon Betur Ahmad is vijfde. Durham West is zesde. Ottawa West is zevende. Innisfil is achtste. Regina is tiende. Abbotsford 10. Regina is 9, Abbotsford is 10. Uit het Atfaal, Vaughan is eerste, gevolgd door Peace Village, dan Toronto West, Calgary en Brampton East. De top 5 jamaats in Daftar Atfaal zijn, de eerder genoemde waren Amarat, nu zijn het jamaats Adrie, St. Catherine, Hadiqa Ahmad, Innisfil en Bradford East. De top 5 Amarets van Duitsland zijn: Hamburg is eerste, Frankfurt is tweede, Wiesbaden is derde, gevolgd door Grossgrau en Rietstad. De top 10 jamaats zijn: Rudermark, Rodergau, Mainz, Betterschied, Neuss, Florsheim, Nida, Madiabad, Friedberg en Koblenz.
wat betreft de collectie van het Waal. De top 5 regio's zijn Hessen, Mitte, Essen, Zuidwest, Hamburg, Tonnes en Wiesbaden. De top 10 jamaats van de Verenigde Staten zijn Maryland, North Virginia, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Rochester en vervolgens Phoenix. De top 10 jamaats voor het Waal zijn Zuid-Virginia, Noord-Virginia, Maryland, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Oshkosh, Portland en Zion. De top 3 jamaats in Pakistan zijn, ondanks de ongunstige economische situatie van Pakistan, door de genade van Allah verhoogden ze hun collecties aangezien de lokale valuta. In vergelijking met de pond is de waarde van hun valuta gedaald, maar ondanks dit hebben ze een aanzienlijk bedrag bijgedragen. De eerste jamaat was Lahore, gevolgd door Rabwa en toen werd Karachi derde. In termen van districten was Islamabad de eerste, gevolgd door Sialkot, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Multan, Mirpur Khas en Dera Ghazi Khan. In termen van totale collectie zijn de top 10 jamaats Islamabad City, Defense Lahore, Township Lahore, Darul Zikr Lahore, Model Town Lahore, Allama Iqbal Town Lahore, Rawalpindi Town, Azizabad Karachi, Samanabad Lahore en Mughalpura Lahore. De drie grote jamaats voor Daftar Atfal. Lahore is eerste, Rabwa is tweede, Karachi is derde. De positie van districten voor Daftar Atfal. Islamabad is eerste, Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Umarkot, Mirpur Khas, Narowal, Nankana Sahib, Jhelum en vervolgens Quetta. De kleine jamaats die buitengewone vooruitgang hebben geboekt zijn. Het zijn niet alleen kleine jamaats, maar omvatten ook grote steden. Gujranwala stad, Gulshan Jami Karachi, Sadr Karachi, Rawalpindi, Kent, Betul Fazl Faisalabad, Karimnagar Faisalabad, Sialkot Town, Peshawar, Sargodha, Okada. De top 10 provincies van India zijn Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Odisha, Punjab, West Bengal, Maharashtra en Delhi. De top 10 jamaats zijn Coimbatore, Hyderabad, Qadian, Kerala, Pathaparyam, Bangalore, Malappalayalam, Calcutta, Calicut en Kerang. De top 10 jamaats uit Australië zijn Castle Hill, Melbourne, Long Warren, Marsden Park, Logan East, Melbourne, Berwick, Penrith, Perth, Adelaide South, Melbourne Clyde en Adelaide West. De jamaats in Australië in termen van bijdrage van volwassenen zijn Castle Hill, Melbourne Long Warren, Marsden Park, Melbourne Berwick, Logan East, Penrith, Perth, Adelaide South, Adelaide West en Melbourne Clyde. De collectie van het Waal zijn Melbourne, Long Warren, Logan East, Penrith, Perth, Castle Hill, Melbourne Clyde, Adelaide Zuid, Melbourne Berwick, Mount Druitt en Melbourne West. Mogen Allah de Almachtige de rijkdom en het nageslacht enorm zegenen van alle deelnemers aan deze regeling. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.